Vandaag zijn we bij Antura op het productiebedrijf van Garden Orchids. Goedemiddag Dennis. Goedemiddag. Kun jij wat vertellen over Garden Orchids? We begonnen met Cypripedia, maar inmiddels hebben we daar Calanthe, Dione en Letilla aan toegevoegd. Het begint inmiddels echt een beetje een familie van tuinorchideeën te worden. Deze vier tuinorchideeën die hier nu op één tafel staan, waar komen die in de natuur van oorsprong voor? De meeste vind je toch in Zuidoost-Azië. Ja. En dan echt met een piek in Japan. Dan de Pleione. Ja, waar komt die van nature voor? Daar ligt toch echt wel de meeste in Zuidoost-Azië, zeg maar. Okay. Daar komen die voor van nature. Bletilla komt ook echt wel, ook wel in Europa voor van oorsprong. Nu zullen mensen zich ook afvragen van oké, hartstikke mooi, een tuinorchidee. Maar moet ik die in de volle grond poten of kan ik die ook op mijn balkon neerzetten? En heb ik daar dan ook ieder jaar plezier van? Cypripedium zou ik zeggen is wel het beste om in de volle grond te planten in de tuin. Dan blijft om de plant toch wat koeler en groeit hij wat rustiger. Ja, blijft hij wat compacter. Blijft hij compacter. En je krijgt waarschijnlijk een hele kring met cypripediums in de tuin. Ja, oké, en een hele bos bloemen die zich ontwikkelt vanuit de grond. Ja. Calanthe kan ook prima in de volle grond gepoot worden. Ja. Maar door zijn looks is het ook wel een hele leuke, interessante plant om in een leuke terraspot. Ja. Of in een pot op de terrastafel te zetten. Zoals deze. En dan heb je daar natuurlijk een leuke, lange periode plezier van. Ja. En dan kan je hem eigenlijk na de bloei alsnog in de tuin planten. Koten. En heb je volgend jaar er weer plezier van. Als mensen nu zo'n garden orchid kopen, hoe kunnen ze hem dan het beste zeg maar, in de tuin planten? Ja, nou, dus inderdaad de pot voorzichtig ondersteboven. Belangrijk is dat de plant op een wat meer schaduwrijke plaats staat in de tuin. Okay. En goed gedraineerd. Ze houden wel van nat, maar niet van natte voetjes. Ja, je hoeft hem helemaal niet zo diep te planten eigenlijk. Nee. Nou, echt zo, zeg maar op dit niveau ja. is prima. Misschien een centimetertje onder het oppervlak van de grond. Hoe lang bloeit hij? En wat gebeurt ermee nadat de plant is uitgebloeid? Nou, de plant die komt in bloei in de tuin. En een beetje afhankelijk van het type bloeit hij 4 tot 6 weken. Ja. Na de bloei blijft de plant wel groen. Okay. De gehele zomer. Mm-hmm. En dan in het najaar, zeg maar september, oktober, dan zal je zien dat het blad heel voorzichtig bruin begint te worden en uiteindelijk afsterft. En op dat moment heeft de plant dus al onder de grond die nieuwe scheuten aangemaakt. Zoals, zoals dit hier. En eigenlijk, dat gaat, je moet het maar zien als een soort winterslaap. Oké, dan gaat hij in rust. Stil, groeit niet, heeft ook nagenoeg geen vocht nodig of wat dan ook. Nee. En blijft daar onder de grond zitten totdat het nieuwe voorjaar weer is gekomen. Welke tuinorchidee kan zeg maar de meeste kou tolereren? Ja, dat is toch eigenlijk wel wat wij noemen de koning van de winterharde tuinorchidee. Dus Cypripedium. Okay. Winterhard tot wel min 25 graden. Wat is nou het voordeel van een Calanthe, zei je, zoveel verschillende kleuren. Ja, ontzettend veel verschillende kleuren. En wat dat betreft een kleurschakering, want het is een hele gele, maar je ziet het ook weer juist met een oranje, met een wijkend lipje. De plant blijft groen, maar er zijn ook types die hele lekkere geur verspreiden. Oké, dus Calanthes geuren. Ja, wel een fijne, beetje kokosachtige geur. Ja. En dan is het per kleur verschillend welk aantal scheuten. Deze is heel erg bossig en deze is dan weer iets losser, dan heeft dat weer meer sierwaarde door middel van de bloem. Ja. Sommige worden wat groter, andere blijven wat compacter. Dus er is een mooie sortiment te maken van verschillende soorten Calanthe in de tuin. Dan gaan we naar de Pleione. Pleione, ja. Dat is echt in die zin wel een beetje een bijzondere, want het is echt een knolletje. Hier zie je wel alweer de nieuwe scheutjes komen. Oké. En dan ontstaat er een bloem, een beetje Cattleya-achtig gebloem qua vorm. Ja. Best wel een grote bloem, hè? Zijn er in verschillende kleuren. Wij hebben wit, roze, paars, geel en eigenlijk ook dan weer alle varianten daarvan. Mm-hmm. Na de bloei groeit het takje door en wordt het een blad eigenlijk. En dan wordt het ongeveer een 40, 45 centimeter hoog. Ja.
Ook hier geldt aan het eind van het jaar zal het knolletje wat gaan verdwijnen en zichzelf splitsen in één, twee of meerdere nieuwe bollen. En wanneer bloeit de pleione? De pleione die geeft relatief vroeg wel zijn eerste scheutjes. Dat is echt al begin maart. Hè? En zal in de tuin doorgaan, zo in de tweede helft april echt in bloei staan. Nou, een individueel bloemetje bloeit ongeveer 2 à 3 weken. Dat is relatief kort. Ja. Maar je ziet het hier ook, de bloemen bloeien komen heel veel. Nooit tegelijk. Wel tot 8 weken zeker heb je wel plezier ervan. Ja. Omdat ze elkaar een soort van opvolgen. En dan als laatste, Bletilla. Geen plant die we in bloei kunnen laten zien. In mei komen de eerste gewoon wel in bloei. Ja. En het leuke van Bletilla is eigenlijk dat hij wel het hele seizoen door, de hele zomer door, niet door kan bloeien. Blijft aan. Oké. Okay. En in welke kleuren worden die aangeboden door jullie? De hoofdkleuren zijn wel paars en wit. Wit. Hoe oud zijn deze planten, zeg maar, voordat ze de handel ingaan? Planten die we, ik denk dat deze 2,5 jaar oud zijn. Oké. Okay. Dennis heeft ons verteld over Garden Orchids. We hebben een hoop informatie gekregen, Dennis. Ik wil jou bedanken voor het geven van de informatie. En laten we hopen op een goed voorjaar. Ja.